Ik sta hier in Die Hagen, dat is de sociale werkvoorziening van Den Haag. Samen met Emiel Roemer hebben wij hier de mensen opgeroepen om op 10 december om 12 uur in Den Bosch te komen. Om bij onze demonstratie Armoede werkt niet. Want dat is wat er aan de hand is. Het kabinet bezuinigt enorm op de sociale werkplaatsen. En dat betekent dat die werkgelegenheid voor mensen voor wie die zo belangrijk is, dat daar enorm op gekort wordt. Dat kan niet, dat moet niet en daar demonstreren we mee. En daarom roep ik iedereen op, 10 december, 12 uur in Den Bosch, bij de demonstratie Armoede werkt niet.